gevallen. Ze zijn allemaal goed weg en in het midden van de baan gaat Boban Boko het snelste. Boban Boko gaat als eerste naar de bocht. Op plaats 2 daarachter ligt Hugo Langeweg junior met Biscuit Dragon. Die gaat heel mooi inparkeren. En zo gaan ze de bocht in. Er wordt wat geschreeuwd de bocht door. Dat komt omdat de deelnemers in het derde en vierde spoor zitten die graag iets naar binnen willen. Maar sommige daarvan moeten terug. Eén daarvan is John de Leeuw die dat nu doet met Aruba BB. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En net als de vorige keer toen hij liep, heeft Boban Boko de leiding. En hij gaat het tempo bepalen. Tweede plaats daarachter is voor Biscuit Dragon. Derde aan de relingzijde ligt Bo Jewel. Heeft een goede start gehad. De buitenzijde komt nu een deelnemer naar voren. En dat is het nummer 11 van Primetime. Primetime schuift op aan de buitenkant, maar Boban Boko heeft nog steeds de leiding. Eens kijken of hij hem ook gaat houden. Ik denk niet dat Dion Tesla Primetime voorbij laat. Hij zal het boekje ook gelezen hebben en hij weet dat hij een iets sneller paard heeft. En dat doet hij dus inderdaad ook niet. Hij houdt de leiding met Boban Boko. Eerste tussentijd 1:17.8. Primetime laat zich nu weer terugzakken. Terug naar de reling kon ook niet, want daar ligt Biscuit Dragon. Eens kijken of hij daarachter kan. Eens kijken wat de deelnemer daarachter doet. Dat is Bo Jewel. Bo Jewel laat een heel klein gaatje vallen. En daar past Primetime bijna in. Past hij helemaal in. Maar inmiddels loopt dan Bo Jewel daar een wat onvoordelig bochtje. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En we hebben nog één ronde te gaan. Nummer 2. Paarden komen voor de tribune langs. Boban Boko, tweede tussentijd 15-9. Eerste kilometer in 1:16.9. Tweede ligt Biscuit Dragon. Derde aan de buitenkant. Clark Beukenswijk, de favoriet. En vierde aan de relingzijde is Primetime. Vijfde ligt er ook mooi in. Casino Swish. Uitgeschakeld nummer 7. Daarachter aan de relingzijde ligt Bo Jewel. Daarachter Kramer's Boy. Die wordt gevolgd door Bruno Di Quattro. Binnendoor gaat Bachelor's Wish naar voren. Maar dat is dus de uitgeschakelde deelnemer. En daarachter ligt nog Aruba BB. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. In de eerste kilometer ging 16-9. Dat lijkt Boban Boko heel makkelijk af te gaan. Inmiddels is hij halverwege de rechte lijn overzijde met de wind in de rug. Maar dat geldt voor alle deelnemers. Plaats 2 komt steeds dichterbij. Clark Beukenswijk. En derde ligt Biscuit Dragon. Heel mooi in de koers ligt ook Casino Swish. En daarachter aan de relingzijde de trainingsgenoot Primetime. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Nog altijd Boban Boko die leidt. Tesla lijkt zich weinig zorgen te maken. Ook al ligt de favoriet vlak achter hem, Clark Beukenswijk. Die komt weer ietsje dichterbij. En dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Boban Boko, daarachter Clark Beukenswijk. En door het derde spoor komt nu de aanval van Bruno Di Quattro. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Heeft Tesla nog wat achter de hand gehouden? Het heeft er alle schijn van. Eens kijken of Boban Boko kan versnellen. Ze komen dichterbij. Clark Beukenswijk. Daar komt aan de buitenzijde ook het eindschot van Casino Swish. En ze gaan op weg naar de streep. Binnendoor komt Biscuit Dragon naar voren. Biscuit Dragon, Langeweg junior, neemt de kortste weg. Het is ook de snelste weg. Hij wint hem met een neusje. Biscuit Dragon, Boban Boko en dan Casino Swish.